De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor Salim, betreurt geruchten die beweren dat de regering stembussen gevuld met stembiljetten heeft vervoerd naar het binnenland. Dit bericht is de afgelopen dagen viraal gegaan via social media. Er wordt gesuggereerd dat de regering wil frauderen bij de komende verkiezingen en daarom nu al de voorbereiding daartoe treft. Noor Salim is niet te spreken hierover. Volgens hem is dit een bewuste actie die bedoeld is om de verkiezingsorganisatie te schaden. De grootste kolder bestaat er niet. Maar op de eerste plaats, de politieke partijen die mee willen doen aan de verkiezing, volgens onze kalender, tussen 16 en 21 maart zich kunnen registreren. Dus we weten nog niet eens welke partijen meedoen aan die verkiezing. Dat is één. Daarna volgt de kandidaatstelling. Als partij X meedoet, wie is in Paramaribo de lijsttrekker, wie is op nummer 2, dat is ons ook niet bekend. Hoe kunnen wij dan nu al stembiljetjes hebben? Dus het is aan de ene kant heel laconiek, maar aan de andere kant heel serieus. Omdat er wel mensen zijn die dat proces niet begrijpen en die dat wel vasthouden. En die zeggen, hé, die overheid, die regering is bezig met frauduleuze handelingen. En dat is een kwalijke zaak. Want je brengt niet alleen een stukje valse informatie naar buiten. Je brengt niet alleen een stukje negatieve nieuws over de organisatie naar buiten. Maar je zorgt voor paniek in die samenleving. Noor Salim zegt dat er inderdaad stembussen naar het binnenland zijn gebracht. Maar dat was alleen om het stembureaupersoneel te trainen. En wat heeft zich plaatsgevonden namelijk, is dat wij 14 februari zijn begonnen met het trainen van stembureaupersoneel. We hebben rond de 600 zoveel stembureaus. Maal 10 mensen die gaan moeten werken. Die dag. Je zit dicht bij de 7000. De mensen moeten getraind worden. Er zijn mensen die ervaring hebben, die al jaren aantal verkiezingen met het bijltje hakken. Maar toch ga je de mensen moeten trainen, de nieuwe mensen die erbij komen. Die moeten weten wat er moet gebeuren wanneer zo'n stembureau open gaat. Welke procedures moeten in acht worden genomen. Welke processen vinden plaats? En in het verlengde daarvan zijn er lege bussen gegaan naar de verschillende trainingsgebieden. In dit geval was het praten over Mungo daar, Marowijne. We praten over Brokopondo. De mensen zijn geweest naar Para, Wanica, Kommewijne. En zaken worden gesimuleerd. Minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken. Hij benadrukt dat geruchten dat de regering stembussen gevuld met getekende stembiljetten naar het binnenland heeft gestuurd niet waar zijn.